In de echte artiestenkleedkamers van Theater Orpheus worden de groep 8 leerlingen van basisschool De Meen geschminkt. Ze zijn een van de 3 klassen die mogen optreden in deze zaal, omdat ze de prijsvraag gewonnen hebben. Wij hebben ons beginlied, een stukje daarvan, ingestuurd en we hebben ook een droomvervanger hier naartoe gestuurd. Ja, want de groep 8 musical gaat ook over een droomwereld. En optreden in een echt theater, dat is ook een soort droom. Heel erg leuk, maar ook wel spannend, want er komen heel veel mensen. De musical is door de leerlingen zelf geschreven en gaat over 6 kinderen die in een droom in allerlei gezelschapsspelletjes terechtkomen. Yara is een van de weerwolven in het spel Weerwolven. Niet de hoofdrol, maar wel leuk. En zo komt er op deze wijze voor de kids een einde aan de basisschooltijd. Hoe was het om in zo'n grote zaal te spelen? Heel erg gaaf en leuk. En jij als moeder natuurlijk reuze trots. Ja, ik ben echt super trots. Het was echt een super voorstelling en ze hebben het allemaal hartstikke goed gedaan. Ja, heel leuk.